Nou, ik was net als op deze manier aan het bladharken. En daarna, toen was ik in Coevorden voor een boodschapje. En toen zag ik een pelletkachel in de winkel staan. En die brandde. Toen was 1 en 1 is 2. Ik denk van, hé, als die bladeren gepelleteerd kunnen worden, dan kunnen ze zo de pelletkachel in. We zijn ongeveer 3 maanden per jaar aan het bladharken hier. Voor een paar korrels is dat meer dan genoeg. Dus kocht hij een pelletmachine. Een apparaat dat korrels maakt van hout en dus ook van blad. Maar dat moet wel eens even drogen. Ik meet met dit apparaat de vochtigheid van het blad. Het zit onder de 20. Dat is al te gebruiken. En het lost niet alleen het bladerprobleem op, maar het is ook een duurzame alternatieve energievorm volgens Dijkstra. Pellets die wij nu gebruiken in de pelletkachels, die komt voor denk ik 90% overzees vandaan. Of uit Polen, Amerika, Rusland, Canada. En dat hoeft dan niet meer. Hij is met zijn idee al meerdere energiebedrijven langs geweest. Iedereen is enthousiast, maar niemand wil het voorlopig op grote schaal toepassen. Bovendien is nog niet bekend of er ook schadelijke stoffen vrijkomen bij de verbranding. Ja, dit is nog een gewone houtkachel, zoals je ziet. Maar ik heb een bakje gemaakt, net als dat het in de pelletkachel is. En daar gooi ik het op. En dan gaat het zo fantastisch branden. De eerste keer dat Dijkstra zijn zelfgemaakte bladerpellets in de kachel deed, was spannend. En het werkte. Ik was zo trots als een pauw. En ik wou de hele dag wel met die emmer rondlopen. Van kijk, het werkt. Het doet het. Zo goed had ik het niet verwacht. Dit ging mijn verwachting te boven. Tja. Lekker warm bij de kachel. Inmiddels hebben zich deze week nieuwe geïnteresseerden gemeld. Dus wie weet zitten we straks allemaal bij een door bladeren gestookte kachel.